ik heb niets tegen kernenergie. Ik heb alleen nog niet één studie gezien die mij laat zien dat het verstandig is voor Nederland om te investeren in kernenergie. Het gaat om vele miljarden. Er is geen bedrijf dat erin wil stappen. Het moet allemaal met publiek geld gebeuren. Tegen de tijd dat die dingen er staan, is technologie zo ver dat we bijna kernfusie hebben. Dat zou u aan moeten spreken. Ik vind het gewoon geen verstandige investering. Nou, Rob, applaus van deze studenten. Ben jij net zo enthousiast over dit verhaal? Nee, het is belachelijk. Want ik zat in een hoorzitting met Frans Timmermans toen hij nog eurocommissaris was. En ik ben een grote pleitbezorger voor kernenergie. Want ik denk, als je die energietransitie wil doen, dan heb je dat gewoon nodig. Een stabiele factor in ons energienet. En toen zei hij tegen mij, do the numbers, do the numbers. En dat is eigenlijk zijn taak. Maar goed, toen heb ik het initiatief genomen om dit rapport, echt een vuistdik rapport, gepeer-reviewd door mensen van IPCC, onder andere door de klimaateconoom William Nordhaus, Nobelprijswinnaar 2018. Dus ik heb dat rapport laten maken. En hieruit blijkt gewoon dat kernenergie op alle fronten, zowel op landgebruik als op kosten, grote voordelen biedt ten opzichte van wind en zon. Maar meneer Timmermans heeft dit rapport dus gewoon niet in ontvangst willen nemen. Dus als hij zegt van... Studies, die zijn er zeker, Die zijn er zeker. En hij heeft ze niet gezien, want hij draait gewoon zijn hoofd om of steekt zijn kop in het zand. Ja, dat lijkt dus eigenlijk op een tunnelvisie, dat hij dat eigenlijk gewoon niet wil zien, terwijl je het gewoon voor Frans Timmermans heeft in de 4 jaar dat ik in het Europees Parlement zit en hij zeg maar de grote man achter de Green Deal was, heeft hij constant kernenergie gesaboteerd. Harry, merk jij ook die tunnelvisie in de gemeente als het gaat om energie? Ja, zo gauw er een beetje straling bij komt kijken, dan is het dit. Als één slogan ooit gewerkt heeft, dan is het atoomkracht, nein, danke. In de marketing zien we dat nog steeds als de sterkste slogan. En ook politici zijn nog steeds bang voor die straling. Terwijl, ik zeg niet dat het meteen gezond is, maar die risico's zijn veel kleiner dan dat algemeen aangenomen wordt. En zo gauw je het ook maar hebt, het woord kernenergie in de mond neemt, dan zie je meteen dit. En dan willen ze ook niet eigenlijk verdiepen in wat de nieuwe technologie is. Je moet een oude auto ook niet vergelijken met een moderne. En je merkt op het moment dat je achter de schermen ze wat bijpraat en wat meer informatie geeft, dat dat toch wel draait. En ik zie nu ook algemeen in de politiek gelukkig dat het wel richting kernenergie draait. En dat zo'n Frans Timmermans ook meer en meer alleen komt te staan in zijn visie. Ja, want zelfs Rob Jetten zegt nu wel, van we hebben ook kernenergie nodig. Hè? Dat is op zich al een flinke stap, hoor. Hij weet nu hoe hij zijn huis moet verwarmen met kernenergie. Ja, dat wist hij eerder niet. Nee. Ja. Dat was ook nog een leuk film. Maar Marcel, een van die nadelen die vaker wordt aangehaald van kernenergie, dat werd net ook al gezegd door Harry, is dat radioactieve afval. Is dat nou een groot probleem in de praktijk, volgens jou? Nee, dat is geen probleem, zou je gewoon kunnen zeggen. Kijk, en voor de duidelijkheid, radioactief afval is voornamelijk nog de kerncentrale in Borselen die wij hebben, onze enige echte kleine kerncentrale. Die gebruikt uranium, maar 96% van het uranium kan nog in de huidige kerncentrale niet omgezet worden. En dat noemen we dan radioactief afval, maar het is in feite nog brandstof. Ja. Ja, dus een deel van die brandstof wordt ook weer naar Frankrijk en dan komt het dan weer terug en zo. Hè. En nu op dit moment wordt het bij Kovra, dat ligt vlakbij Borselen, bij Kovra wordt het ondergronds opgeslagen. Dat is echt, ik heb daar rondleiding gehad, het is waanzinnig goed geregeld. Hè, dat is eigenlijk veel beter geregeld dan in veel andere industrietakken waar chemisch afval, weet ik veel wat. Het risico is verwaarloosbaar klein, zou je kunnen zeggen. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.